Hallo kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Siem de Remus, haar naam is... Bea! Vergeet geen... vlogduimpje omhoog te doen, vergeet hieronder te abonneren en op een belletje te drukken. En kun naar Discord. Hey, ik heb iets gegeven aan mijn schat vandaag. En dat wil ik echt voor jullie filmen. Laat maar eens zien, schat. Allee, wat zit er allemaal in? Ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Zet maar terug neer. Doe maar open. Gaan we het toch al openmaken? Ja, maar jij had de klokken nog niet. Dankjewel, Attecorner. Voor deze mooie ontbijtmand samen te stellen. Oei. Wat? Kijk die hier niet open. Alsjeblieft. Ik ben iemand die dat perfect openmaakt, hè? Blijkbaar. Ik ben niet iemand die dat kapot gaat scheuren. Wat vind jij dat dat principe af is? Of duur dat je toen met plak en hoed nog? Ja, pa. En lukt het? Ik neem mijn woorden terug. Wat? Ik zei toch dat ik het toch netjes ging openmaken. Ja, maar het is al gescheurd zeker. Ja. Jammer. Oh, en dit mag jij ook hebben. Oké. Oh, lekker. Amai. Dat ik dit allemaal ga opkrijgen, ik weet dat niet hoor. Hou je plastic? Ja, dat wou ik juist doen. Ja. Appelsiensap. Check. Zijn ze daar, de croissants? Dit is een croissantje die ik heel lekker vind, ja. We hebben hier ook nog een chocobroodje, twee broodjes, banaan, appel, beleg, choco, siroop. Eetjes, paas eetjes. Ja. Oh, wacht, laat dat even focussen. Allee, focus, ja. Oho. Een heel ontbijtmand, hè? Ja, mij. En kijk eens, ik heb nog voor mijn eigen nog eclairs gekocht. Ik zal zeggen, smakelijk, hè, schat? Smakelijk. Verrast? Ja, maar ik krijg zoveel niet op, hè? Allee, tot samen. Hallo, kijkers. Ik heb nog iets heel nieuws aangekregen. En het is eindelijk gelukt met het programmeren. Om het erop te krijgen. Jullie denken van, wat erop te krijgen? Cool, hè? Nu komt het volgende. Kitching, mijn nickname. En dan Psycho TV. En dan gewoon... met een website. Maar ik ga er nog een klein beetje verder aan configureren. Dat het nog mooiere effectjes erop te zetten. Dus zo mensen, ik ga nu richting mijn badkamer toe. Ja, daar gaat ook wel iets gebeuren. Ik zat nog zo naar onder te kijken. Misschien dat ik mijn hoederke vind. Nee. Dus je ziet, hier heb ik nu geen douchegordijn. En schat heeft gekozen voor deze. Oh. Ik ben van alles aan het laten vallen. Dat is ook niet de bedoeling. Voilà.
voor de deze. Oh. Dus de paarse gaat het worden. Even ophangen. En hoe doen we dat? Voor het te laten zien. Kijk, kijken als het gaat lukken. Als ik jullie hier zo zet. Nu hangt er niks. 3, 2, 1. De paarse. Het is gelukt, hè? Met mijn geklap. Amai, amai, amai. Ja, mijn nieuwe douchegordijn hangt er. Voilà. Ik ben er echt content mee. Ja, ik ben er content mee. Toppie. En ja, ik ben hier ook nog altijd content mee. Ja, ja. Zo, kijkers. Ik ga nu eens lekker koken. En dat moet ook gebeuren. Eten klaarmaken. Wat schaf vandaag de pot? En wel, koude aardappeltjes met chipolata en appelmoes. En voor mij ben ik al aardappels mayonaise. En bij haar aardappeltjes mayonaise. Toppie. Allee, ik ga er eens aan beginnen. Of anders krijg je dat nooit klaar. Lekkere worstjes. Hier, de koude aardappeltjes. En de appelmoes en de mayonaise. En voor de drinken, jawel, lekkere orange. Lekkere gele limonade. Dat gaat ons lekker smaken, zal ik zeggen. Dus ik ga nu ook aan tafel zitten. En dan gaan we lekker eens eten, schat. Mijn schatje zei ook net, is vooraleer dat ik het heb afgeduwd. Wat zeg je? Tot z'n. Ja. Het is lachen. Ze is nog moe. Zo, mijn collectie van PlayStation spelletjes is ook weer al wat vergroot. Er zijn zo wat ook Wii spelletjes nu aangekomen. Onder andere ook al de PlayStation 2 games. Maar de PlayStation 2 zit nog op zich te wachten. En we gaan nu lekkere Wii Rally spelen, want die zie ik nu in. Bij deze. Ja, we pakken Engels. No data found, dat is niet erg. We gaan dus een V-Rally spelen van 1997. Dat is toch wel ergens geleden. Oké, we gaan dus Championship spelen. We gaan 2 laps per keer doen. Stage 1. For it sunny. Stage 2. Race field sunset. En stage 3. Mountain. Daar is het aan het regenen. Dus iedereen heeft momenteel 0 punten. Ik was gewoon eens even aan kijken wat dat allemaal inhoudt. We zijn nu naar de laadschermen aan het gaan. Dus deze gaat het worden. Oké. Go. Dus 2 laps. We gaan dus naar Indonesië. Je hebt altijd even verleden dat het geladen is. Maar ja, dat is zo altijd bij een PlayStation 1 altijd geweest. En binnenkort staan er ook nog PlayStation 2 games op programma dat ik ga spelen. Ik sta derde. Ik speel altijd zo liever. Twee laps, come on. Holy shit, daar gaat mijn notenkanaal.
Probeer het terug in te halen. 2 seconden achterstand nu. Dat moet doenbaar zijn. Nog 4. 80. Maar een 6 secondenste. Easy left, easy left. Maar toch pak ik er wel even wat snelheid eraf. Nog 3 seconden achterstand. Mooi. Opgehaald al. Zag hem al rijden. Ik ben echt geconcentreerd bezig, mensen. Ik probeer niet van de banen af te gaan. Anders krijg je je auto niet meer onder controle. Dat geef ik eerlijk toe. Kom aan. Zo, we gaan nu naar de volgende lap. One more lap. Ze moeten mij voorbij laten. Ja, derde plaats. Nu nog 2 seconden op afstand. Ik zat wel heel dicht bij de kant. Hier moest ik even. Ola, ola. Hadden jullie dit gezien? Dit gaat echt spannend worden voor de tweede plaats. Allee, voilà dan. En die maar volle bak snelheid maken. En ook niet te dicht bij de kant rijden, Dimitri. Want ik ga natuurlijk een auto flippen. Zo een kopje rol maken. En dat willen we niet. Voilà, tweede. Mooie plaats, vind ik, voor de eerste keer. Mooi. We zijn nog altijd 4 rally aan het spelen. De tweede map. En weer al laden. Dat is ook weer in Indonesië. Laat het onderaan in de comments achter hoe ik het doe. Zou je in mijn wagen stappen, ja of nee? Ik heb nog 2 bolletjes. Woehoe. Ja, zo van Napoleon. Oh, die zijn zo lekker. Derde plaats begin ik. Zo ga je door naar het eerste. Tweede bedoel ik. Mooie tweede plaats.
als je eerst laat, mooi. En dan zo houden. En zo houden nu. Ik weet niet hoeveel dat je voorstaat. Dat is zo kut in dat spel. Ik weet wel hoeveel dat je achter staat, maar niet hoeveel dat je voorstaat. Dat vind ik wel hier zo toen ze dat spel hebben net gepakt. Maar ze daar wel hebben aangehouden. Zodat ik nu ben ik terug tweede. Eerste, tweede, eerste, eerste. Uzi White. Ze zijn niet meer zo ver. Nee. De laatste bocht. Recht door naar de finish. Dan gaan we op naar de derde race. Die ziet er wel goed uit. Goeie bochtjes. Dat gaat iets worden. Dan ga ik mijn laatste Napoleon ook nog wat weten. Dat eerste, dan voor hoe lang? Hopelijk voor lang. En ondertussen is het ook aan het regenen. Heel snel was ik daar weg. Dat is heel goed gedaan. Heel zo'n hele zware bocht. Dat je echt heel veel snelheid verliest. E29, dat is mooi. Ga ik het nu beter doen? Ik weet het niet. Misschien wel. Ik vind dat ik al beter bezig ben dan de vorige keer.
Dit gaat daar echt een hele harde tijd zijn. Amai man, dat is bijna... Wel een betere tijd, ziet dat dus aan. Mooi, mooi. 1.25.32. En zo pak ik opnieuw de eerste plaats. Voilà. Voor de eerste qualifier, Rally 1, is het dus, sta ik het eerste plaats met 5 punten. Allee, we gaan er nog een paar doen. We gaan nog één reeks doen. En ik zeg het u, ik hoop dat het beter gaat. Oei, shit man, daar heb ik ook night tussen staan, dus in de nacht. Oei, 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 gaat daar wel goed komen. Ik hoop het. Is deze al in de nacht of niet? Ik weet het niet. We gaan het direct zien. Maar laat het duurt toch soms wel lang. Voilà, we zijn weer vertrokken. Derde plaats. Tweede. Eerste plaats. Oké, en nu zo houden. Kom aan, hè, Demi. Doe het toch wel goed. Maar hoeveel is zo voor één ronde te rijden? Dat weet ik dus ook niet, hoe lang dat die duurde. Toch al op 1.9. Ook wel een hele mooie tijd. 1.30. Nee, 1.29. Deze heb je echt heel mooi genomen, Dimitri. Ja, soms praat ik ook wel tegen mijn eigen. Gewoon live commentaar te geven op mijn eigen. Amai man, ziet hem maar eens geven. Nu moet hem weer afremmen. Gaat hij zijn 1.21 kunnen verbreken? We zullen het zien. Tot nu toe nog altijd perfect los. Geen foutje gemaakt. Dus ook niet tegen een vangrijder of zo aangereden of niet langs de weg gekomen. Oh, daar was hem bijna vertrokken voor langs de weg te geraken. Nu moet toch wel de computer wel zich beginnen te haasten, want jawel, ik kom de finish tegemoet. En betere tijd 1.22.84 honderdste. Oh nee, nacht. Nee.
er nu wel echt ertussen zitten, nacht. Blijkbaar wel. Oh. Ik hoop dat jullie aan het genieten zijn. En als ik hier het laatste eindig, is het niet zo erg. Tot nu toe doe ik het weer al heel goed. Oh, oh. Ja, ik weet dus niet, door die nacht weet ik dus niet waar ik naartoe moet gaan. Vierde. Had ik gezegd, ik haat 's nachts rijden. Dat is nog nooit in een van mijn spelletjes ooit goed gekomen. Hier kan ik wel een kleine inhaal wanneer ik het doe. Ja. Oh, die doet mij gewoon naar midden toe en dan derde, vierde. Ja. En ik kan hem weer kwijt. 5 seconden achterstand. Of wat? Dat zal wel meer worden. Hier 16. Dat is het terug in aan het halen. Blijkbaar. Drie seconden, twee seconden. Je probeert toch altijd de schade zo min mogelijk te beperken, dat je niet laatste staat. Nu, nee. Ik wil zeggen, nu is het moment om in te halen. Nu misschien. Ja, nu. Go. Tweede plaats. 3 seconden achterstand. 2 seconden. Mannekes, waar ben ik naartoe? Derde plaats, man. Terug. Ik zat zo dicht bij de 1. Zo dicht. Ik kom zo dichtbij, ja. Maar het maakt niet uit, derde plaats. Ik ben er ook content mee. Dan gaan we door naar de laatste. Weer in Engeland natuurlijk. En dan gaan we nog 3 keer doen en dan stoppen we voor vandaag. Hier is terug op licht overdag. I love it. Ik haat dat ze zo tegen mij aan zitten te rijden, hè.
dan is die rode er weer al helemaal te vandoor. Ziet, ah, die doet het altijd. Hè. Zag je dat? Zag je dat, kijkers? Terughalen. Nee. Ah, nu ben ik het. Nu ben ik het die het verplutst. 5 seconden. Oei, 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 oei. 6 seconden. Nu moet ik wel echt gaan beginnen in te halen. 4. Ah, ik heb geen goede banden hier, hè. Dus ik glip hier heel snel weg. Ik moet oppassen wat ik doe. One more lap, ja. Oh, zet daar ga ik weer. En dat is nu 9 seconden geworden. Onhaalbaar. Dat was de bedoeling. Nee, je haalt dat dus niet in dat spel. 6 seconden achterstand. 5 seconden. En dan gaan we terug omhoog. 7 seconden. 9. Dat was waarschijnlijk 10. 10:40. 10:16. Allee, ik kan toch nog weer wat in. Nee, dat is geen baan voor mij. Dat zie je sowieso al. Ja, derde. Een vierde. Pataas, daar gaat hem weer. Oh, oh, oh. Een heel slechte tijd. Toch nog met 10 punten sta ik eerste. Oké. Oké. Heel graag. We gaan door naar de volgende. Dat is dat we doorgaan naar Spanje. Sunset, sunny en rain. Oei, derde reis gaat in de regen zijn. We zijn nu naar Spanje aan het gaan. Barcelona. Dat zie ik ook op de kaart staan. Dat zijn wel schoon otterken zo, die Ibiza. De geel. Daar hou ik van. Zo gele otterkes? Ja, ja, ja. Vroeger, hè. Ik hoop echt dat maandag mijn PlayStation 2 hier aankomt. Houden jullie eigenlijk van race games? Laat het onder in de reactie weten. Houden jullie van tennis games? Laat het onder hier in de reactie weten. Of aan iets anders. Oeh. Dat is ook zo in dorpjes rijden. Oeh, yeah. Cool. Allee, kom. Laat me door. Probeer geen kant te raken. Hey, mini white, mini white. Dat blijft maar draaien. Voilà, de eerste. Oho. En hier gaan we terug door naar een dorpje. Door weiland.
Is Spanje zo geheuveld? Ik weet het niet. Allee, waar blijft de finish? Zit dat bedoelde ik dat ik niet de kant moet raken? Ja, ik zie de finish. Voilà, laatste ronde. 1:30. Kom aan, hè. Dat moet beter. Dit zijn echt de laatste rondes waar we aan het rijden zijn. Van V-Rally van 1997 mensen. Amai man. Mini left, mini left, mini right. Dat moet toch wel dat ik nu sneller ben. Oh nee 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 nee. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Eén crash kunnen gemaakt en toch nog een betere tijd. 1:25:16, mooi. En nu is het weer al aan het ledden. Het is weer al zonnig. Oh yeah. Doe uw bikini maar aan, want het is lekker warm daar. Go. Dat is hier maar één map kennen. Eén lap. Dus één grote fout maakt, dat is game over. Dus je moet hem toch nog terug kunnen halen. Ziet dat bedoelde ik. Dat is door die rode dat ik die moest ontwijken. Ontwijken, sorry. Achteruit, vooruit, 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 vooruit. 5 seconden, 6 seconden zeker nu. Oh, dat is zo kut, de baan. Oh, Jezus Maria, hoe hebben ze die ooit uitgevonden, man? Haha, wat bochten. Hehe. En dan moet je die nog zo proberen terug in te halen. Hallo. Oh, ik zat al verkeerd te rijden. Seconden achterstand. Dat wil ik wel niet terugzien. De laatste. Daar gaat het regenen. Ja. En hierna ga ik ook nog wat foto's laten zien. Dat is ingestuurd
zijn eigenlijk wel heel schone foto's. Mooiere foto's dan dit hier, want het hier is het aan het trainen. Daar zijn het zonnige foto's wat ik heb toegestuurd gekregen. Moeten jullie meedoen? Dan probeert hij ook altijd in mijn vlog integreren. Wat nog even. Uit. Vooruit. Is het ook wel maar één blokje? Ah nee, toch niet. Het zijn verschillende blokjes. Oké. Maar je ziet dat ik hier ook wel heel slecht in ben. Oh. Ziet. En dan moet ik er al draaien. En dan dat is weer een pak tijdverlies. Halleluja. Ik denk dat ik er voor vandaag eens mee moet stoppen, want het wordt. Ik denk iets te veel voor mijn ogen. Ik ben daar eigenlijk niet meer gewoon zo gamen. Moe is die finish. Ze zijn niet ver van elkaar af, hè. En dat is zo mooi. Hè? What the fuck? Ik rijde dat toch niet? Nee, ik rol hier vanaf. Ik rol van die stoep af. Oké, go. Moet toch niet laatste zijn, hè? Nee. Dat is al heel mooi genomen. Ben ik ook nog tweede worden. Tweede. Ik ben toch nu heel goed bezig. Eén 60, kom aan. Tweede. Waarom niet? Dat is toch ook een mooie positie. Dus even kijken hoe lang ik al aan het filmen ben. Al 36 minuten. Oeh, ik sta tweede nu. Oeh, ze komt dichtbij. Zullen we nog eentje doen? Voor af te sluiten. Ja. En dan stoppen we het er helemaal bij. Zijn er nog redelijk... Zweden in de sneeuw. Dat wil ik wel doen. Sunset, rain en sunny. Oké. De laatste drie... voor vandaag. Oh, dat is zo mooi, hè? Een giraf. En weet je wat ik ook nog niet aan gedacht heb, mensen? Heb ik nog genoeg batterij voor op te nemen? Dat is ook nog zo'n goeie. Ik heb tot nu toe nog niks gehoord van mijn batterij.
rond je labs. Niet afleiden. Ben ik echt zo slecht geworden, mensen? Denkbaar wel. Top zijn. Ik heb al de rooi ingehaald. Dat is ook is mooi. Vier seconden achterstand. Zeg maar op vier. Twee. Ik duw dat helemaal in met mijn pijl en dan zit ik nog tegen de kant. Snap ik niet. Zit hier, zit ik weer al aan met die water. Ziet dan is die rode weer om mij voorbij. 3 seconden voor. Nu moet ik alles op alles zetten. Om die rode terug in te halen. Die is ook redelijk goed. Toch derde. Mooi. Dankjewel, computer. Voor toch nog tijd te mogen. Dan gaan we op naar de volgende race. En morgen gaan we ook nog een andere spelletje spelen. Team Park World. Team Park World wil ik ook eens onder de stof nemen. En ook eens aan jullie kennis te laten maken hier in de quarantaine-tijden. Het is een redelijk langere vlog al geworden. Moet ik al eerlijk toegeven. Het is hier al aan het regenen. En ik haat het als we zo dicht bij elkaar rijden, want dan kreeg mijn auto ook moeilijker onder controle. Ik weet niet hoe ik het vroeger heb altijd heb gespeeld hoor mensen, dat weet ik niet meer. Momenteel doe ik nog geen fouten. Allee jongens! Ik heb ruimte om voorbij te steken. Dat is gewoon er tegen, hè. Voilà, eerste.
ben heel goed bezig, mensen. Ten eerste. Ik hoop dat jullie van deze gameplay genieten. Met alle pijltjes spelen van die gamepad. Langs achteruit en de finish gebold. Yeah! Nog eentje. Ja. En dan zit het erop voor deze. Ja. Een geweldige gameplay van V-Rally. De laatste van Safari. We nemen dan afscheid van Safari. Ja, dat doet me ook denken aan Safari. Two. One. Go. Tweede, mooi. Mooi. Ben hier echt mooi bezig. Dat dacht ik wel, dat er nog eens een bosje moest komen. Mooi. Ik ben echt fantastisch bezig. Maar ik wil die fucking start zien. Ja, daar is de start. One more lap. Hard left. Okay. Nou, weer al hier zo'n hele scherpe bocht. Kom aan, hè. Nu alles geven, Demi. En de laatste meterkes. Dan ga ik het ook even samen met jullie. Ja, en een betere tijd, jawel. 1:22:24. Was dat het laatste? Ja.
En zo nemen we dan weer al afscheid van Virelli. Heel mooie auto's. Met die tijd vond ik dat nog wel goede graphics. Quit and saving. Voilà, Sam. Heel veel bedankt om te kijken naar deze V-Rally. Jawel, hier stoppen we het. Ja, het is hier ook nog warm binnen, daarom zit ik ook met mijn blote bovenlijf. Toppie! Dan ga ik jullie zeggen, geniet nu van ook nog van de afbeeldingen wat is binnengestuurd. Ja. Van wie was dat weer? Ik zal de naam bij de foto's zetten zelf. Dus ik ben het even ontkomen. Ik ben heel snel aan het kijken. Misschien kan ik het zo zien. Van Jade. Jade Hane. Alsjeblieft bij deze. Hier zijn jouw foto's, jouw moment. Ik hoop dat jullie van de foto's hebben genoten. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er ook een nieuwe vlog online gaat komen. Of wanneer dat er een nieuwe livestream gestart wordt. Dan krijgen jullie daar allemaal een melding van. Oh yeah. Hoe geweldig is dat? En dan ga ik nu ook al de bestanden van mijn gsm op de dingen zetten. Zeg het op de laptop. Dus ik zie jullie allemaal morgen fris en wel terug. En ik hoop dat jullie hebben genoten van deze super lange. Hoi je wel. Hoi je wel.